mij zie je het radiaal pistool, het shockwave pistool. Deze gaan we nu reviseren en we beginnen daarvoor met het afdraaien van de applicator. Vervolgens hebben we de steeksleutel nodig en draaien we de buis los. Met de hand kun je hem verder losdraaien en dan zien we het buisje zitten. Het kogeltje kan of in de buis of in het handstuk blijven zitten. Meestal in het handstuk. En dan tik je op de hand, dan komt hij eruit. Voor dit model hebben we een lange buis nodig. Vergelijk het goed van tevoren. Zoals je ziet, deze is te kort. Dit is voor het andere model. We gaan het buisje eruit halen door middel van de inbussleutel. Die steken we door de twee gaatjes heen. En trek hem eruit en draai je tegelijk. Dan komt hij vanzelf. Even ter vergelijking. Hier ziet u duidelijk dat er een kort en een lang buisje is. Het monteren gaat op dezelfde manier. Het buisje duwen we erin tot het niet verder gaat. En dan zie je dat de gaatjes tegen het rode aan zitten. Vervolgens pakt u het nieuwe kogeltje. Die laat erin glijden. En houdt u hem zo dat hij er niet uitvalt. En zet u hem weer terug in het pistool. Vastdraaien. Klein beetje aanzetten. En dan kan ook de applicator er weer op. Zorg ervoor dat u de applicator netjes recht erop draait. Vergeet niet de teller op nul te zetten.